Ja, luisteraars, kijkers allemaal. Nou, hier zijn we dan weer voor de derde aflevering van Online Cooking. Maal met een verhaal, hemelsbreed koken. Nou, en het is vandaag een bijzondere uitzending. Een bijzondere uitzending omdat onze cameraman gisteren jarig was. Dus Sjoerd Bouma, even een applausje. Ik heb hem net al getrakteerd op een stukje echte Friese koek met een lekkere sappige aardbei erbij. Je moet toch altijd je mensen waar je van afhankelijk bent, die moet je ook een beetje koesteren tenslotte. Nou, u ziet, ik ben wat andere uitdossing dan vandaag, dan anders. Want het is vandaag Amishdag, Amish cooking. En ik maak een recept uit mijn geprezen boek De Smaak van de Amish. Het geheim van eenvoudig leven. Ik begrijp dat eenvoudig leven slaat op de Amish. Dat slaat dus niet op mij. Want zo eenvoudig ben ik ook niet. En ook een beetje luxe aangelegd. Ja, ieder mens heeft zo zijn gebrek. Maar ik was in 2012 was ik 2 weken bij de Amish. Samen met een clubje andere mensen uit Nederland. Ik was dan een soort reisleider. Want de uitgever van dit boek die vond het ook een goed idee. En daar was ik zelf helemaal met hem eens. Dat als je over de Amish schrijft. Dan moet je ook passie voor de Amish hebben. En hoe krijg je passie? Door er zelf heen te gaan. Met die mensen te praten. Een beetje ondergaan wat het nou betekent om Amish te zijn. Nou, wij kennen de Amish als een soort folkloristische types. Allemaal in van die koetsjes. Je ziet zo'n koetsje staan. En er staan in dit boek allerlei verhalen over de achtergronden. Waar komen die Amish vandaan? Kan allemaal niet vandaag. Maar wat gaan we nog wel een keer doen hoor. Dan gaan we wat dieper in op de Amish cultuur. Maar voordat ik verder ga, wil ik toch ook even, ik bijna zeg, een moment van stilte. Niet alleen een moment van stilte voor de maaltijd of voor het koken. Maar ook omdat de fotograaf die veel van deze foto's heeft gemaakt. Door alle foto's van de gerechten. En ook foto's van mezelf, zoals Han met Pan op de nieuwe uitgave van Bijbels Culinair. Henk Gaasbeek uit Ommen, die is tweede paasdag is die overleden na een slopende ziekte. En Henk Gaasbeek stond altijd voor me klaar. Ik belde hem even op. Ik zei, ik moet dit en dit gerechtje op de foto. En als het kan nog vandaag. Nou, wanneer kan het? Om 3 uur kan het vanmiddag. Ja hoor, ik zorg wel dat ik er ben. En dan spoedde ik mij naar zijn fotoatelier. En dan dronken we eerst een bakje koffie. En dan maakten we allemaal prachtige foto's zoals hier. En hij dacht ook met me mee, want hij zei, ik heb ook nog wel wat oudse viesgoed. Een beetje in de stijl van de Amish, dan neem ik wel mee. Dan zet er een mooie oude plank of oude kleden eronder. Dat helemaal een beetje in de stijl ging van de Amish. Henk Gaasbeek, ja. Hij werd net 68 jaar oud. En hij rustte in vrede en ook in verbondenheid met zijn vrouw, Annette en de kinderen en kleinkinderen. Ja, moet ik toch even van slikken, want in die tijd in Ommen dus veel met Henk meegemaakt. Samen ook verantwoordelijk voor zulke mooie boeken. En nu de Amish, ja. Ja, de Amish, sommige mensen denken dat het een soort revo's zijn, maar dat zijn het niet. Het zijn doopsgezinden. Maar reformatorische, ook de wat zwaardere type van de Veluwe, die hebben echt wel iets met de Amish. Dat heb ik ook gemerkt. Dat heb ik ook gemerkt aan de verkoop van zo'n boek als dit. Dat vond ik ook gretig aftrek bij reformatorische christenen. En dat is ook wel logisch, want de reformatorische christenen die kijken een beetje jaloers naar de Amish. Want die Amish, die brengen eigenlijk in de praktijk wat het eenvoudige leven met God betekent. Uit hun levenswijze kun je echt zien dat het zeg maar christenen zijn. Wel een beetje volgens ons gevoel christenen van 2 eeuwen geleden in hun oude koetsjes en hun oude kleren. Maar ze maken echt heel serieus werk van hun geloof. En ze leggen daarbij de nadruk niet zozeer op de leer, op de orthodoxie. Maar op de rechte levenspraktijk, op de orthopraxie. En dat vond ik ook wel indrukwekkend, wat ik van de Amish heb gezien. Hele bescheiden, ook gewoon lieve, zachtaardige mensen over het algemeen. Natuurlijk, daar heb je natuurlijk ook wel een beetje wat rotte appels tussen, dat heb je overal. Maar ik was onder de indruk van hun ingetogenheid en waarachtigheid, waarmee zij proberen in een heel materialistisch land, toch als het ware geestelijk in verbondenheid met God
te leven. Goed, dit was al een soort preekje van de kookdominee, want er staat ook kookdominee, dus er moet altijd ook iets stichtelijks bij, maar dat komt er nog wel. Wat we gaan vandaag gaan maken, nou, dat is de broccoli salade, ik zei het al, die ook door Henk Gaasbeek op de foto is gezet destijds. Ik heb verschillende versies van broccoli salades. Ze waren toevallig ook net in de aanbieding bij de supermarkt, de broccoli, dus dat kwam mooi uit. Maar eigenlijk is broccoli, en hier hebben we een mooie broccoli stronkje. Daarom is het ook broccoli salade natuurlijk, maar de hoofdmoot is natuurlijk broccoli. Maar er gaan allerlei andere lekkere dingen in. In mijn boek staan twee versies. Een wat uitgeklede, simpele Amish versie en een iets luxer versie die wij maken. Want ik zei al, ik ben niet zozeer van het eenvoudige leven, maar ik ben wat gecompliceerder. En ik hou ook van wat meer ingrediëntjes erin. En een broccoli salade die aan de ene kant wel helemaal aansluit bij de Amish, maar toch een beetje een eigen touch heeft. De broccoli salade staat er ook in van de kookdominee. Nou, de receptuur die vindt u ook op de website en online. Dat broccoli in. Gaat rode puntpaprika in. Die smaken lekkerder dan gewoon zeg maar die andere paprika's. Maar de rode ui voor een pittig accentje. Gerookte kip. En zegt u, ik ben vegetariër. Dan doet u gewoon gerookte amandel in. En dan nu ook de gerookte spek achterwege laten. Of vegetarisch spek. Hè, van de vegetarische slager. Wil ook perfect hoor. Nou en dan gaat er verder rest. Gaan daar cranberries in. Sugar snaps, dat eten zijn ze en de Amish ook gek op. Lekker knapperig accent. Natuurlijk, corn, real yellow corn, zoals de crispy. Zoals ook de Amish in massa's verbouwen. En gewoon uit een blikje, een klein blikje, 150 gram. We maken een lekker sausje op basis van mayo. Amish gebruiken alleen mayo erin. Die zijn een beetje wat van de vettige kant. Maar wij verdunnen dat gewoon met Turkse of Griekse yoghurt. Lekkere dikke yoghurt. Mosterd erin. Ketchup natuurlijk, een beetje een Amerikaans merk is ook goed. Mayonaise is ook van een Amerikaans merk, maar mag je reclame maken. En om de pit, om de power, doen we een beetje chili poeder erin. En ook luxe toevoeging van de kookdominee, wat gerookte paprika poeder. En uit Engeland, daar hebben de Amish ook wel een band mee. Uit Engeland hebben we hier gewoon de Lee and Perrins Worcestersaus. Niet Worcester, maar Worcestersaus. Het gaan een paar druppeltjes. Hè? Het zorgt ook gefermenteerd zorgt voor wat extra's. En een beetje citroensap. Hier ligt nog een lullig klein stukje citroen op. Maar dat is even om voor de herinnering. Er valt ook nog een pitje in. Dat zullen we ook even deskundig verwijderen. Maar dat is allemaal. Dat gaat allemaal straks in de saus. Nou, we beginnen met de broccoli. Nou, de broccoli, die. Gaat u al eerst vakkundig ontleden. We hebben een aparte groene plank, zoals het echt hoort, voor de groenten. Ik heb al een beetje werk natuurlijk gedaan, want het moet allemaal makkelijk binnen een half uur kunnen en het lukt allemaal wel. Maar de broccoli, u kunt ook de gedeelte van de steel ook wel gebruiken, gewoon in kleine stukjes. De broccoli doet hij allemaal in mooie stukjes, zo ongeveer van deze grootte. Hier heb je zo'n stukje van die stronk. Allerhardste niet gebruiken. Geef lekker aan het konijntje. En de rest, die stukjes broccoli, die doen we gewoon op deze grootte. Komen ze in de salade. Zie, ik zal het even voordoen. Kijk, je snijdt gewoon die. Kijk, dan heb je die rozetjes, snij je zo af. Nou, en dan doe je die even. Die dingen, die doe je. Wel je planken goed neerleggen, natuurlijk. Niet scheef, want dan. Kijk, en hebben we een mooie rozetje. Die kun je zo dan even in twee of vier stukjes snijden. Mooier nog is als je ze mooi los kunt trekken. Dat kan ook. Maar deze zitten wat gecompliceerder in elkaar. Dus gewoon die stukjes erin. En een rozetje. En zo'n 800 gram is voldoende. Kijk, dan hebben we hier allemaal bij elkaar liggen. Wat doen wij vervolgens met de broccoli? Die doen we even heel kort. Blancheren we die. Ongeveer anderhalve minuut. Dat even het meest harde eraf gaat. In kokend water. Kijk, er staat hier, kokend water staat al klaar. Het is toch ongelooflijk. Ja, thuis moet je het allemaal opzetten. Maar hier staat alles klaar. Ik heb een paar kabouters aan het werk. Die programmeer ik van tevoren. En die zorgen dat het allemaal zo goed komt. Zo gaat dat. Kijk, doen we die broccoli erin. Even hoog op. Een minuutje. En een mooie schep om het er allemaal niet uit te halen. Wel even goed uit laten lekken dan weer. Nou, laat maar eventjes... Dit is ongeveer 800 gram, dus de rest die leg ik even weg. Nou, dat geeft mij even de gelegenheid om de
paprika al wat te snijden. En die moeten gewoon in kleine stukjes van ongeveer een halve centimeter groot. Kijk, die doen we even zo. Hop, 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 hop. Kun je het allemaal zien. Zet altijd de punt vast van je mes. Vingers binnenboord. Want het wordt vegetarisch. Kom, hopsakee. Nou, zie. Even die snij je eventjes zo. Zorg altijd wel dat je scherpe messen hebt. Sommige mensen vinden het eng, scherpe messen. Maar juist een botmes is eng. Want op een tomaatje bijvoorbeeld slip je dan zo weg. En dan gebeuren de culinaire bedrijfsongevallen. En dat moet je gewoon niet hebben. Dus kijk. Hier. Daar houden die Amish ontzettend van, hoor, van salades. Ze eten veel salades. Ze hebben ook ze zijn eenvoudig leven. Maar eten valt daar soms eigenlijk een beetje buiten het vizier van eenvoudig eten. Dan doen ze best wel vrij luxe. Kijk, heb ik hier een grote verzamelbol. En dan doen we gewoon die paprika in. Hupsakee. Ondertussen kijken wij naar de broccoli. En die hebben 1 minuut en 30 seconden in het kokende water gestaan. En kijk, wanneer u van iets minder rauw houdt, dan kan natuurlijk nog een minuutje later. Langer kunt u die broccoli erin laten. Maar dat doe ik niet. Want zometeen nog meer in het kokende water. Ook die sugar snaps vindt u bij de pultjes. Kijk, haal hem er even uit. Dan krijg je een prachtige kleur, hè? Als het eventjes een tijdje in kokend water staat. Fantastisch. En dan gaan we meteen, want anders gaat het te lang na, spoel ik het even na met koud water. Handig zo'n schep, hè? Ja, handig zo'n schep. Want we waren ook van de spaarpunten van de supermarkt. Ja. We hebben ook een heleboel spulletjes hier van het kookeiland met elkaar gespaard, dankzij nijveren. Toegewijde gemeenteleden. Ja, het is cold. Moet er nou even zien. Dit is cold. En deze kraan is een beetje een Engels type kraan. Alles gaat net verkeerd. Rechts is links, links is rechts. En dan denk je cold en dan zit je hem op hot, warm. Maar het is net anders dan allemaal hier. Kijk, leggen die het koude water erover. En goed een beetje laten uitdrukken, want er gaat nog wel wat water in die Amish niet zitten. Amish. Waar het trouwens ook wel goed, hoor. Moet ook wel, elke dag werken ze zich bijna 3 keer in de rond op het land. Ze zijn echte nijvere boeren, om het zo te zeggen. Over het algemeen boeren ze ook wel duurzaam. Met allemaal een beetje ouderwetse machines en zo. Maar dat doen ze niet bewust. Dat is meer eigenlijk omdat ze zich willen houden aan hun traditionele wetten. Het is natuurlijk vooral ook een heel conservatief, traditioneel volk. Dat zich wil houden aan bepaalde vaste stramiens. Dat geeft mij de gelegenheid om even met het rode uitje verder te gaan. Even dus die sugar snaps, die kunnen eventjes hier gewoon even koken. Ik zal even deze grote bak wegzetten. Zo, verzamelbak. En de ui die doen wij in kleine stukjes. We doen ze even 1 keer overdwars. Zie, en dan snij je ze altijd eerst zo. Kijk, en dan heb je die ringen, die neem je mooi mee. Hoef je dat in ieder geval, kijk, en dan krijg je mooi zo. Zie je dat? Mooie kleine stukjes van. Het ruikt ook best lekker, hoor. Ik vind een rood uitje is altijd... Ik vind het lekker ruiken, hoor. Sommige mensen zeggen, nou nee, echt ui is lekker pittig, joh. Geeft een beetje pit aan het bestaan, een beetje pit aan de keuken, aan gerechten. Heerlijk. Een lekker uitje, hè? Kijk, even zo die dingen doen we zo. Hoppa. Dan doen we dat gewoon in kleine snippertjes. Hopsakee. Boom, 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 boom. Nou, dat is wel goed. Als het maar niet te groot is, die ui. Hè? Kijk, zo is het. Zo ziet het er goed uit. Hoppa. En doen we die ui. Doen we ook in de verzamelbol.
Klop, klop, klop. Nou, het plankje kan weg. Hoe gaat het met de supersnaps? Nou, dat gaat echt wel goed. Nog even een heel kort poosje. Dan pakken wij de gerookte kip. Dat is wel handig. Die kip is al gerookt. Dat hoef je niet zelf te doen. Ze hebben hem natuurlijk wel gerookt terwijl die al overleden was. Maar anders, het is ook een duurzame kip. Ik let er altijd op. Een bio-kip. Kost iets meer geld. Maar dan heb je ook... heeft zo'n kip het ook veel plezierige leven gehad. Dat is ook gewoon belangrijk. Een beetje rond kunnen lopen. Af en toe een vormpje op kunnen pikken. Dat is toch ook een culinaire versnapering voor zo'n gevleugelde vriend. Nou, kijk. Zulke blokjes. En dit is ongeveer goed, dit. Dit heeft er nu lang genoeg in gezeten. Die gooi ik even in deze kom. Dan doe ik er meteen koud water op, dat het meteen goed afkoelt. Dit kan op nul. Dus de broccoli ongeveer een minuut of anderhalf blancheren. En dit een minuut of twee. Een minuut of twee. Je moet echt wel een beetje, het groenig moet het nog een beetje proeven. Een beetje knapperig ook. Ja, dan ga ik weer de water erop gooien. Dat moet niet. Stel, dit is een Engels een beetje tegendraadse kraan. Die Engelsen doen ook alles anders. Met deze kraan ook. Wel lekker hoor. Lekker. Nou, laat maar even staan. Ik ga even verder met de gerookte kip. Mooie blokjes. Kijk. Die hoed die ik op heb is een originele Amis hoed. Dat hebben de Amis zelf gemaakt. De meeste hoeden die daar verkocht worden van de Amis. Dit is een zondagse hoed. Nee, sorry, een door de weekse hoed. Door de week doen ze de strooien op. Ik heb ook een zwarte trouwens. Want die is dan voor op de zondag. Als zij niet naar de kerk gaan. Maar ze gaan wel naar de kerk. Maar niet naar een echte kerk. Ze gaan altijd naar hun schuren. Hun barns. Ze houden dat in ere. Dat ze bij elkaar komen in schuren. En niet in kerkgebouwen. Kijk. Die rookte stukjes kip. Dan heb ik hier een ingevette koekenpan. Ingevette koekenpan. Die gooien we ook. Die kan ik trouwens hier ook op zetten. Dat kun je nog beter zien, denk ik. Dit kan wel aan de kant. Dan hier even neerzetten. Dan hier even de koekenpan op. En die doen we ook even. Dan gaan we die spek zo meteen te lekker krokant bakken. Ongeveer nog aardig hoog, maar ook weer niet te hoog. Want de spek moet wel krokant bakken. Even de tijd voor nemen. Ontbijtspek. En dit is ook, wat hier mee? Ja, dus vocht moet er goed uit. Hier heb ik de peultjes, die doe ik ook even in een vergiet. Even uit laten lekken. Moet natuurlijk geen waterige salade worden. Dus we gaan een beetje schudden, dat het, kijk dat water, dat moet er een beetje uit. Zo. Geef mij de gelegenheid. Even de spek schieten op met het hete. We gaan even een sausje maken. Het sausje. Nou, het sausje. Dan maken wij van even een lepeltje. Een lepeltje. En een kloppertje is ook wel handig. Een kloppertje. Okay, ik moet wel even hier zoeken en gij zult vinden. Gewoon wel even kloppen. Zo. Wij hebben het. We beginnen met een mayonaise. Ongeveer 4 eetlepels mayo. Ik heb nu iets meer broccoli gedaan, dus het mag ook 5 eetlepels zijn. 4 eetlepels mayonaise. Mag best met een beetje een dikke Turkse of Griekse yoghurt. En daar 1 of 2 eetlepels meer van in. Dus een stuk of 5, 6. Hoppa, erin. Dan hebben wij vervolgens ketchup. Ongeveer 1 eetlepel erin. Hoppa. En we doen wat grove mosterd. Ja, als je alleen fijne mosterd heeft, mag ook hoor. Maar
grof. Daar ben ik meer een liefhebber van. Ik ben ook meer wat grove type. We doen een beetje wat chilipoeder erin. Dit is gewoon chili vlokken, maar je kunt ook dus wel poeder doen. Een paar druppels Lee and Perrins saus. Dat pept de saus een beetje op. Kijk, sowieso is wel genoeg. Dan het citroensap. Een goede eetlepel. Boom, erin. Nou, dat begint wel mooi wat te worden. Dit kan er straks doorheen. En ik doe een beetje gerookte paprika poeder erin. Dat geeft een mooi rooksmaakje eraan. Je kunt ook een scherpe versie kopen. De hot. Dan hoef je natuurlijk geen chilipoeder erin te doen. Zoiets. Nou, een beetje zout erin. Nou, dan kan dit een beetje peper nog. Dit is een al 40 jaar oude pepermolen. Nou, dan gaan we dat even... Eerst maar eventjes de spek doen. Zie je, het bakt al lekker hier. Die spekstukjes die doen we straks gewoon bovenop. Lekker krokant. Kijk, het aardige, dit programma is anders dan voor kookprogramma's van de televisie. Is niet geknipt of zo. Het is helemaal live. Dat werd, dus, als ik helemaal verkeerde dingen zeg, dan komt dat gewoon in de huiskamer. Maar het is helemaal live, niks ging knippen, gewoon koken en filmen. Geen gedonder verder. Kijk, nou. Als ik hier zo bezig ben, want de Amis zijn ook nog wel gek op gerookt spek, dan kom ik al helemaal in de sfeer. Dan zie ik die witte Amish huizen weer voor me en die akkers vol met mooie oranje pompoenen. Fantastisch, fantastisch. Ja. Kijk hier, dit gaat lekker. Zie je dat? Laat me even lekker bakken, een beetje krokant bakken. Ook niet te hoog, middelhoog vuur, dus dan iets lager. We moeten wel een mooi krokante spek hebben, geen verbrande spek. Gewoon dus een beetje goed ontbijt spek. Zie je, het bakt heerlijk. Kijk eens, ruikt lekker. Ik ben niet zo'n echte vleeseter, dan als ik heel veel vlees eet, maar een beetje vind ik toch wel lekker. Ik ga even die... Saus, die ga ik even een beetje kloppen. Dan zal ik meteen even de kleur laten zien. Een beetje lekker rood kleurtje. Nou, het is lekker dik. Dan proef ik hem ook even. Met een lepel voor. Ik ga niet met de tong er zo in. Oh, lekker hoor. Oh, lekker. Ja. De Amish gooien er allemaal nog suiker in. Maar dat doen we niet hoor, doen we niet. Geen suiker in. Want we hebben voor een zoetje hebben we al de cranberries. En we hebben de mais. Nou, dat schiet al lekker op. Kijk eens, dan hebben we hier de broccoli. Ik zal even kijken of het goed is. Oh, lekker. Is een beetje uitgelekt. Doen we in die grote bol. Kijk eens jongen, ik heb een grote berg hoor. Nu super snaps erin. Hou even de spek in de gaten, maar dat gaat goed. Kijk, die kleurt mooi. Eén keer omdraaien. Precies. Ah, dat gaat goed hoor. En nog wat lager. Mooi krokant. Ik kan ook wel met de vingers, maar dat moet u misschien niet doen. Maar... Dat is wat handiger. Ik heb een beetje vuurvaste vingers, maar ik doe het zelf mee met de vingers. Maar als je een beetje goed... Beet pakt, dan komt het helemaal goed. Ik zei al, als u niet vegetarisch wilt doen met gerookte amandelen. En ook lekker met geroosterde zonnebloempitten erover. Of pompoenpitten. Pompoenpitten is ook echt Amish. Want het zijn echt de pompoeneters. Kijk eens dan. Nou, kijk eens hier. Zie je het prachtig nu allemaal groen. Gaan we het zo meteen even mooi door elkaar mengen. Even een mooie lepel pakken. Nou, schiet al op, is al bijna klaar. We doen de mais erin. Uitgelekt en even afgespoelde mais van een blikje van 150 gram. En een beetje crispy mais. Niet van die papmais, maar een beetje crispy. En we doen niet alle, we laten een paar cranberries achter. Dat is wel leuk erbovenop, dan zie je die ook nog een beetje als mooie rode dingetjes. Kijk, een paar laten we erachter. Hoppa. Nou, en dan... Zit een beetje door elkaar, dan doe ik de saus erin. De spek is al
Bijna goed? Ja, dat gaat helemaal goed, joh. Dat gaat er. En ook snel, hè? Binnen een half uur. Ja, ik heb natuurlijk al stiekem die broccoli dingetjes en de groentes al gewassen natuurlijk. Maar ik zal het eerst even de prachtige kleurenpalet laten zien. Zonder dat de saus erdoor is, dan is het echt wel heel gezond. Ook dankzij de yoghurt die erin zit en iets minder mayonaise. En zonder suiker. Kijk, krijg je een prachtige, kijk eens wat een kleurenspel. Laten we even zien. Kijk. Mooi, hè? Oh, kijk eens, Sjoerd. Oh, met een lekkere kleurtjes. Nou, kijk, dit is... Kijk, dat gaat lekker snel. Hoppa, klaar. Ik geef nog even iets meer pit aan de... Sjoerd zei, ik hou wel even een beetje... ze krijgen een beetje dit ook mee naar huis. De familie Bauma, die wacht dan met smart. Maar kijk, dit is, ik doe nog iets peper er ook in. Want het... En daarna doen we de. Ik kan het even wat mooier draperen op een bord. Dan krijg je een beetje, een indruk. Hoe dat eruit gaat zien. Hier hebben we. Ik doe de saus, die kun je er doorheen doen, maar ik doe hem er zo meteen overheen. Omdat je dan meer mooi die kleuren ziet. Zo. Leggen we een beetje mooi op. Kijk eens, wat een kleur. Een mooi stukje hier nog. Even wat. Kijk eens. Even zo. Nog een sugarsnipje. Zo. Kijk eens. Zo mooi. En dan doen we die saus. Doen we een beetje overheen. Zo. Nog iets gerookte paprika poeder over voor het zicht. Paprika poeder gebruiken ze ook wel veel, hoor. Maar meestal niet in gerookte vorm. Kijk, een beetje zo. En dan hebben we die spek, die is klaar. Die doen we er mooi. Twee stukjes spek er zo over. Nou, kijk eens. Mmm, lekker hè? Ja, dan kun je natuurlijk zelf wat meer zout eroverheen doen. Ik ben niet zo van het zout. Maar er zit natuurlijk relatief heel weinig zout. Maar hou wel een beetje zoutgebruik in de gaten. Kijk, het ziet er fantastisch uit. En eigenlijk is het dan een heel volwaardige maaltijd. Ja, je kunt nog voor extra vulling, kun je er nog aardappelblokjes doorheen doen of zo. Of iets van aardappelpuree bij. Of een salade van krieltjes op basis van ciderazijn. En wat mosterd en olie. Dat kan allemaal. Ja. Je kunt het ook met een andere dressing maken. Met, wat de Amis ook veel doen met ciderazijn. Olie. Zij gebruiken veel zonnebloemolie. Maar je kunt ook milde olijfolie gebruiken. Met een beetje mosterd. En met zout en peper. Dat kan ook. Maar dit is wel lekker... creamy, dat is echt lekker. Nou, hier kun je dus al, denk ik, lekker de lente mee doorkomen. En je hebt ook een beetje zomersgerecht ook, hebben we ook nodig. Het is op dit moment stervenskoud buiten. Ik fietste hier door de sneeuwbuien en hagelbuien naartoe. Maar kijk eens wat mooi. Lekker, hè? Ik heb wel zin, hoor. Ik heb wel honger, jongens. Ja, heerlijk. Nou, dit was het ongeveer voor vandaag. Volgende keer zal ik wat meer nog vertellen, ook als we nog een keer een Amisch gerecht doen over de Amisch. Een volkje wat mij wel heeft geïntegreerd. En dit kwam dus uit van Han Wilming, de smaak van de Amish. Ja. Eet smakelijk natuurlijk, hè? Ja. Ja, kijk, binnen een half uur, joh. Nou, je ziet er wel lekker.